Hallo, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Een tijdje geleden was ik op zoek naar een koningin en nu heb ik ze gevonden, namelijk in het spelletje Majesty. Dit is gemaakt door de maker ook van Splendor, u misschien wel gekend. Een heel populair spelletje en dit is een beetje de opvolger ervan. We gaan hier de spelregels leren en in de review die al op mijn kanaal staat, kan je misschien zien of ik het even goed vind als Splendor. De link daarvoor vind je hier in de bovenhoek. Om Majesty op te stellen, gaat iedere speler een set aan kaarten nodig hebben met alle nummertjes van 1 tot en met 8. Mijn nummertjes staan hier beneden. Iedere kaart heeft ook een B-kant en een A-kant. Voor het eerste spel wordt de A-kant aangeraden. Je kan daarna ook eens met de B-kant gaan spelen en je kan ook gaan combineren naar hartelust. Je maakt er dus een rijtje van waar dat ze vandaag naar hoog liggen. En als je dat hebt gedaan, zie je dus een samenhangend landschap. Iedere speler krijgt ook een meeplekaart. Neem die met de rode vlag erop en willekeurig één andere voor iedere speler. Dus dan zitten we bijvoorbeeld met twee spelers met twee kaartjes. Zo kan je dus bepalen wie de startspeler wordt, dat is degene met de rode vlag. En iedereen mag dat ook vullen met meepeltjes, moest je niet weten wat dat zijn deze houten mannetjes. Dat is een combinatie van people en de M, van waar komt de M? Leg de overige meeples in een voorraadje, centraal op tafel. Maak ook een voorraadje van de munten op tafel. We hebben dan ook verder groene kaartjes met 1 op. En we hebben rode kaartjes met een 2 op. Afhankelijk van het aantal spelers moeten we een aantal groene kaarten terug in de doos doen. Met 4 spelers ga je willekeurig er 7 kaarten terug in de doos leggen. Met 3 spelers zelfs 19 kaarten. En ben je slechts met 2 spelers, zoals hier het geval is, dan ga je slechts 6 kaarten nodig hebben. En die leg je open in het midden van de tafel, naast de stapel. De andere groene kaarten kunnen dan terug in de doos. En als je met een aantal spelers bent waar je nog wel groene kaarten hebt, dan leg je die boven op de geschudde rode kaarten. En die leg je naast deze rij. Hebben we dat gedaan, zijn we klaar om aan het spel te beginnen. Te beginnen met de startspeler, voor wie het niet meer weet, dat was degene hier met de rode vlag, de ridder erop, gaan we beurtelings een kaart uit deze rij kiezen en die in ons dorpje leggen. En dan schuift de rij op en gaat het gat eventueel gevuld worden. En dat gaan we eigenlijk 12 keer doen en dan hebben we ons dorpje volledig en kan er niemand meer bij. Je mag de eerste in de rij kiezen, die is gratis, maar je mag ook verder in de rij gaan kiezen en voor iedere kaart die je niet pakt, daar leg je een meeple op. Als ik deze wil, ik zou niet weten waarom, dat ik die wil en die eerste niet, maar goed, stel dat dat het geval is, dan leg ik dus op al de 3 eerdere kaarten een meeple. Je hebt de kaarten waar dat er maar 1 soort mannetje op staat, je hebt er die dubbelzijdig zijn, dan mag je kiezen waar je die legt. Maar ieder soort karakter heeft een bepaald gebouw waar het in terecht komt. Dus deze koningin is paars, komt ook in het paarse gebouw. Ben je kleurenblind, kan je nog altijd kijken naar het symbool, sleutel. Dan komt hij hieronder te liggen en dan voel je het effect van dit gebouw uit. Zo zal het altijd zijn. Maar in dit geval had ik ook kunnen kiezen, ik maak er een herberg hiervan. En dan komt hij daar te liggen en dan ga ik dus deze kaart uitvoeren. Daarna schuift alles op, komt er een kaart bij, zodat er altijd 6 ter beschikking liggen. En dan kan de volgende speler zeggen, ik wil die eerste nemen. Dan krijgt hij ook de meeple. Legt hij dat op zijn kaartje, mits er plaats is. Als er geen plaats is, legt hij dat er even naast. Maar hij kan ook zeggen, ik wil die eerste niet, ik wil de tweede hebben om weet ik veel welke reden. En ik heb nog meeples, ik leg er hier eentje bij van mijn persoonlijke meeples. En dan pak ik die tweede. Dus er kunnen een oneindige hoeveelheid meeples op één kaartje terechtkomen. Maar stel even dat je een kaartje neemt met een meeple op. En je hebt inderdaad geen plaats om die te leggen, je legt die er even naast. En op het einde van de beurt, als die nog steeds naast ligt, dan krijg je daar 1 munt voor, dus 1 punt ook. En je kan er dus meerdere hebben liggen eventueel. Oké, laten we eens even kijken wat alle gebouwen doen. Moest je het ook even terug willen zoeken, er is een overzichtspapiertje voor de A-kant. En voor de B-kant aan de achterkant moest er iets niet duidelijk zijn. Het begint vrij simpel als je een molenaar of een molenares eigenlijk hier in de molen legt. Dan scoor je 2 punten per molenaar die er ligt. Dus de eerste is meteen 2 punten waard. Komt er dan nog eentje bij? Kan je er even vinden? Hier komt er nog eentje bij, liggen er dus 2 en dan
Die, als ik die leg, scoor ik 4 punten. Als we een brouwer leggen in het brouwerijgebouw, dan krijg je 2 punten per brouwer die je hebt, plus ook een mannetje. Dus dat neem je uit de voorraad en dat leg je ofwel hierop ofwel ernaast. En dat werkt zoals gebruikelijk, je krijgt munten ervoor. Maar alle andere spelers die minstens 1 molenaar hebben, een molenares hebben, die krijgen 2 munten. Ongeacht hoeveel er liggen, altijd 2 munten. Dus je geeft je tegenstanders ook iets eventueel. Ik ga het heksenhuisje nog even overslaan. Ik ga overgaan naar de verdediging. Als je een verdediger pakt, dan scoor je 2 punten voor alle blauwe, rode en gele kaarten die je hebt. Dus in dit geval zou dat 4 munten zijn. Maar verdediging gaat ook belangrijk zijn, zeker als je tegenstander hier een kaart gaat leggen. Als je hier een kaart legt, krijg je 3 munten. Dat is al 1 ding. Maar je gaat ook een aanval uitvoeren op jouw tegenstanders die zwakker zijn dan jou. Wat wil dat zeggen, die aanval? Wel, dan ga ik bij al mijn tegenstanders kijken. Heb ik meer aanvalskracht liggen dan zij verdedigers hebben liggen, dan ga ik het karakter van hun verwonden. Dus ik heb er nu 1 liggen. Moesten er tegenstanders zijn die hier geen enkele kaart hebben liggen, dan krijgen die een verwonding. En het karakter dat wordt verwond is altijd het meest linkse karakter. Dus in dit geval zou dat een molenaar zijn. Maar als die hier liggen, dan gaan we gewoon het volgende linkse karakter. En dat kan eventueel zelfs een verdediger zijn als je die hebt liggen. Maar nu is dat dus een molenaar. Je neemt die. Je neemt ook altijd de bovenste als je een keuze hebt. En die gaat naar het ziekenhuis. Dus dit karakter doet nu niets meer. Die telt niet meer mee voor alle verschillende eigenschappen. Bovendien, als die daar op het einde van het spel nog ligt, dan is dat 1 minpunt per kaart die er nog ligt. Auw. Maar stel dat je je niet kan verdedigen, dat je ziekenhuis helemaal vol geraakt. Er is nog een oplossing, we kunnen die terug genezen. En daarvoor dient dus het heksenhuisje, daarom heb ik die overgeslagen. Want als je een heks legt, dan mag je per molenaar, per brouwer en per heks 2 munten pakken. Dus in dit geval zou dat 6 munten zijn. En je geneest de bovenste kaart. Dus degene die hier van boven ligt, die gaat terug naar zijn plaats. Als het een dubbelzijdige kaart is, mag je die eventueel op de andere kant leggen. Maar wanneer je een genezen karakter teruglegt, ga je niet het effect van het gebouw uitvoeren. Ook al is het nu een ander effect doordat je deze hebt omgedraaid. Voilà, dan weten we die ook alle 3. Dan hebben we de herberg. Wel, die is natuurlijk, hoe meer je naar rechts gaat, hoe meer het kan opleveren. Deze levert 4 munten het stuk op per herbergier die je hebt liggen. Maar andere spelers die een brouwer hebben, ah ja, die komen bier leveren, die krijgen 3 munten. Dus het is niet per brouwer, het is eenmalig 3 munten. Dan hebben we het kasteel. Als we daar een paars karakter hebben gelegd, dan krijgen we 5 munten en een extra miepeltje erop als er plaats is, ofwel ernaast als er geen plaats is. Dus nu kennen jullie alle effecten van de A-kant. De B-kant ga ik niet overlopen. We gaan wel nog eens kijken wat er gebeurt als je je 12e mannetje hebt gelegd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, er vinden nu 3 tellingen plaats. Eerst gaan we kijken naar het ziekenhuis. Ieder karakter dat daar ligt kost ons een muntje. Ja, we hebben ondertussen natuurlijk al heel wat muntjes verzameld. Laat ik hier wat geld leggen. Dus dit is bijvoorbeeld mijn geld. Ik heb hier niemand liggen, dus ik krijg geen muntjes kwijt. Mijn tegenstander wel. Ik heb veel aangevallen, zoals je ziet. Heeft niet alle aanvallen kunnen afweren. En er zijn een aantal in het ziekenhuis beland. Heeft er misschien ook 2 kunnen genezen. Maar hij heeft dus 1 muntje of 1 punt afgegeven voor dit karakter. En dat karakter gaat vervolgens weg. Dan tellen we het aantal karakters dat we hebben. Verschillende karakters. Ik heb van ieder gebouw eentje minstens. Dus dat zijn 7 gebouwen, 7 karakters. Maal 7 doe ik dan. Dus je neemt altijd het kwadraat. 49 punten is dat waard. Mijn tegenstander heeft er wel maar 6. Dus dat is 6 x 6, 36 punten. En dan hebben we de derde telling. Dat is de telling voor de meerderheden. Op ieder gebouw staat een aantal punten als je de meeste ervan hebt. Dus 10 punten als jij op het einde van het spel de meeste molenaars hebt. Dus dat gaan we voor elk gebouw tellen. Is het een gelijk spel, krijgen alle spelers de betreffende munten. Dus ik heb 1 molenaar, mijn tegenstander ook, net buiten beeld. Dus we krijgen allebei 10 munten daarvan. Ik heb 2 brouwers, dus die win ik. Die is 11 munten waard. Ik heb slechts 1 heks, mijn tegenstander 2, dus mijn tegenstander krijgt 12 munten. De verdediging heb ik er 2, hij heeft er 2, dus we krijgen allebei 13 munten. Ik heb de aanval ook gewonnen, 14 munten. De herberg is voor mijn tegenstander, dus dat is 15 munten. En ook het kasteel heeft mijn tegenstander hier er eentje meer dan mij, dus dat is 16 munten. Iedereen telt nu zijn aantal munten, je kan eventueel nog gaan omwisselen.
zodat je gemakkelijker kan tellen. Dus ik heb er 5 van 10, dat wordt 50, et cetera. Vergeet ook niet, als je hier nog een meeple hebt liggen, die is ook nog 1 muntje waard natuurlijk. Deze zijn niks meer waard. Maar verder kun je wel zeggen, oké, we tellen alle munten op. Is het een gelijk spel, dan is de speler misschien met de meeste hier nog de winnaar. Je mag dat gebruiken als tiebreaker, maar dat staat nogal twijfelachtig in de regelboek. Je mag ook gewoon zeggen, het is een gelijk spel en er zijn meerdere winnaars. Misschien is dat iets dat je op voorhand wil bepalen. Persoonlijk zou je dat wel als tiebreaker zien, want daar heb je toch ook moeite voor gedaan. De meeste punten is de winnaar, dat is Majesty. En zoals ik al zei, je kan ook met de B-kant spelen en je kan ook gaan combineren. Maar als je gaat combineren naar hartelust, kan het wel zijn dat je ongebalanceerde verhoudingen gaat creëren. Maar sowieso ga je altijd dezelfde kanten gebruiken als alle spelers in het spel. Als het bij mij dus A, B, 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 A, A, A is, dan is het met mijn tegenstander ook A, B, 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 A, A, A. En ook het ziekenhuis kun je zelfs omdraaien en dan word je nog meer bestraft per zieke speler. Dus dan krijg je 2 minpunten. Hier ga je kijken welk karakter je het meest hebt in je vorstendom. Bijvoorbeeld hier de ridder. En dan krijg je dus 2 munten per ridder die je hebt. Nu, als dat mijn eerste waard is, zoals het in de spelregel staat, dan is dat 8 munten, maar lijk er eentje bij, dan is dat 8 plus nog eens 8. Dus dat kan snel oplopen. Dat was dus Majesty met ondertitel 1 koninkrijk, 1 kroon. Bedankt voor het kijken, abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye.